Hoe is de architectuur veranderd sinds ik daarin werkzaam ben? Kun je op twee manieren vertellen. Eén is hoe ik denk dat het vak, het vak van architect en de architectuur in die tijd veranderd is. En de andere zou kunnen zijn hoe het bij mij zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 40 jaar. Het kan zijn dat ik, als ik het vertel, dat het een beetje gemengd wordt, maar dat is dan niet anders. Het hangt natuurlijk ook samen. Is het goed om misschien even te beginnen dan? Ik ben inderdaad dit jaar 40 jaar architect. Nee, 42 al. Dat gaat hard. En je kunt zeggen dat je tijdens je studie, dat was 7 jaar, ook nog architect bent. In het begin aankomend en vlak voor ik mijn studie begon in Delft, in 1962, heb ik besloten dat ik architect wilde worden. Echt op de laatste dag dat het kon. Omdat ik eigenlijk niet kon kiezen tussen of iets in de kunst, of componist, of schilder. En aan de andere kant vond ik de exacte vakken heel erg mooi. En op een gegeven moment vond ik uit dat bouwkunde een mooi mengsel van die twee was. En daarom heb ik uiteindelijk bouwkunde gekozen. En ben daarin gegroeid en heb daar eigenlijk in een steeds groeiend besef plezier in gekregen. En dat is echt tijdens de studie al heel erg. En daarna is dat gebleven tot op de dag van vandaag. Het is bijna een niet-keuze, zou je kunnen zeggen. En dat hangt weer samen met mijn opvatting over het vak waarin ik die dingen probeer te combineren. Ik heb les gehad in de tijd dat in Delft, na mijn middelbare school, dat er een overgang was van de Delftse school. De oude docenten, Berghoef, Vroger, Cramp-Rémolière was al weg. En de nieuwe, Bakema, was er al, Aldo van Eyck kwam erbij, aan het eind van de studie kwam Herman Hertzberger, Karel Weber geloof ik pas later. Dus er was echt een overgang, Van Eestel was er al wel, en Van den Broek. Dus echt de overgang van de oude, wat klassieke, conservatieve architectuur naar de moderne beweging die met Rietveld en Duiker in de jaren begin van de eeuw begonnen en die maar heel langzaam hun invloed in het opleidingsinstituut mee konden geven. Ik heb Cramp-Rémolière nog wel een keer opgezocht, ontmoet. Ik heb les gehad van Kranendonk en Berghoef, van Vroger, maar ook van Bakema, Brouwer en aan het eind van Aldo van Eyck. Tweeledig, twee verschillende stromingen binnen één opleiding. En daartussendoor, dat is niet onbelangrijk, ben ik een paar jaar lang assistent geweest van Hammacher. Die gaf kunstgeschiedenis. En terwijl er een soort strijd gaande was tussen de conservatieve en de moderne, had Hammacher daar helemaal geen last van. Dus die beschouwde beide van opzij en waardeerde ook beide bewegingen, zoals hij dat ook in alle andere bewegingen door de tijd heen in de kunst en zeker de recente kunst daar zich over uitsprak en dat heel, heel gedistingeerd en prachtig deed zonder strijd. Ik heb daar heel veel van geleerd en pas heel veel later heb ik me gerealiseerd dat ik niet belast was door die halve oorlog die woedde. Toen ik bijvoorbeeld Magna Plaza die prijsvraag won en Peters, die werd beschouwd door de moderne als horen bij een verderfelijke periode, de 19e eeuw. Die Auke van der Woud schreef daar toen nog niet over, dat moest nog ontsloten worden. Zeiden heel veel collega's van mij, dat gebouw moet je afbreken, dat is echt waardeloos, dat is nergens goed voor. Ik heb het bestudeerd, dat gebouw, en vond het eigenlijk een kraakhelder gebouw. Ik kon die structuur heel goed begrijpen. Niet alle ornamenten, want die hadden allerlei betekenissen die ons ontgaan zo langzaamaan. Bij Kuipers precies hetzelfde, het Rijksmuseum. Maar het gebouw als gebouw is eigenlijk een kraakhelder gebouw. Dus een soort high-tech van die tijd, zeg maar. Iets overdreven, maar bijna.
En als je het zo bekijkt, dan opeens heb je niet dat probleem van dat moet afgebroken worden omwille van de moderniteit. Goed, terug naar de opleiding. Aan het eind heel veel geleerd van Aldo van Eyck, Wakema, Aldo van Eyck. Heb toen en Brouwer nog, als hele, die was decaan toen, een hele slimme, sneldenkende, intelligente man. Je had toen, ik had wel 6 of 7 leraren in een commissie, dat kon toen nog. Heb werk van Duiker bestudeerd, Rietveld nog gekend. En er was dus een soort invloed vanuit die moderniteit. Toen was ik, even kijken, 1969, ik was 25. Vond mezelf te jong om al de praktijk in te stappen en dacht ik ga nog studeren. Heb toen in Amerika op een aantal plekken een studieplek aangevraagd. Die heb ik uiteindelijk gekregen. Ik mocht kiezen tussen Harvard, MIT en University of Pennsylvania. Had nauwelijks enig idee wie waar zat. Search zat bij Harvard en Kahn zat bij in Philadelphia, de University of Pennsylvania. Heb toen toch voor Kahn gekozen. Waarom, weet ik niet. Het was ook weer een soort niet-keus. Ook dat werd me afgeraden door de echte moderne. Van Hans, dat is wel een oude man hoor. Dat moet je, dat kun je maar beter niet doen. Maar ja, die oude docenten, die waren natuurlijk allemaal ouder. Dat is niet anders. En ik was 25. Ik heb toch voor Kahn gekozen. Heb daar 3 maanden ongeveer ontzettend moeite gehad om de man A te kunnen verstaan, want hij mompelde, hij had een eigen soort Engels. Ik ben doof aan één oor, dus zat ik altijd vooraan, dus hing bij wijze van spreken op 2-3 meter afstand, maar kon hem toch niet goed verstaan. Dat is natuurlijk ook het Engels wat opeens nieuw was. Hij verzon woorden die niemand begreep en gaandeweg kreeg ik dat in de gaten wat hij vertelde en dan komt er een soort liefde voor het vak wat hij eigenlijk overbracht wat werkelijk fenomenaal was. En dat is heel erg gegroeid het jaar door. Ik moest toen ook gaan werken omdat ik geen geld meer had, dus ik had een dubbele baan. Verhuurde mezelf per uur als architect en zat bij Kahn in de klas, in de studio met een man of 20 van over de hele wereld. En het is een adembenemend jaar geweest. We hebben denk ik 2 tot 3 keer zo hard gewerkt als we dat in Delft gewend waren. Nog andere vakken daarbij gedaan aan de Universiteit van Pennsylvania. Daardoor kon je ook de master's degree halen. Daar nog een keer. Aan het eind heb ik ook gedaan. Maar het belangrijkste is de invloed van Kahn. Als je nou die twee, even als de grote een soort tegenstelling, enerzijds Kahn hebt met zijn Beaux-Arts, de echte klassieke Beaux-Arts opvattingen, die nog vanuit de 18e, 19e eeuw, 20e eeuw, nog in allerlei opleidingsinstituten in Frankrijk onder andere, gewoon werden doorgevoerd. En in Delft, waar ze redelijk de moderniteit aan de slag was. Als je die twee, dus Duiker en Kahn zou je kunnen zeggen, ik heb een jaar of 10 geleden gezegd dat ik mezelf beschouw als een onecht kind van die twee, van Duiker en Kahn. Figuurlijk gesproken uiteraard. En dat is heel raar. Pas later ben ik me gerealiseerd, dat moet ook zo'n 10, 15 jaar geleden geweest zijn, dat de essentie van wat die moderne uitvonden aan het begin van de eeuw, wat met waar Van Doesburg een rol speelde, waar Rietveld die rood-blauwe stoelen maakte. Dat was de voortdurende en de continue ruimte die doorspoelde door alles. Dus als je zeg maar, bij de rood-blauwe stoel, die twee vlakken raken elkaar niet. Je hebt wel latjes nodig omdat het niet blijft zweven. Maar eigenlijk ging die ruimte daarmee. En nog mooier met die zigzagstoel, die snijdt door de ruimte, maar omvat hem niet. Dat is een opening van een architectuurbeeld wat eeuwenlang was constructie, structuur en ruimte zat aan elkaar vast.
de kolommen stonden altijd aan de rand. De daken, zeg maar, en de muren vormden samen de ruimte en waren ook de dragende constructie. Dat zie je ook in al die oude gebouwen. Bij Kaan was dat nog steeds zo. Dat was, in die zin was hij een echte Beaux-Arts-architect. Als je het vergelijkt in de stoel van Rietveld, bijvoorbeeld die zigzagstoel, en je neemt de stoel van Berlage, wat eigenlijk vier pootjes is met een zitvlakje, dat zijn gewoon vier kolommen met een dakvlak, zeg maar. En daaronder heb je de ruimte. Beide in het Nederlands noem je ruimte, maar in het Engels noem je, en daarom ben ik me dat ook bewust geworden, denk ik, noem je die continue ruimte space. En de ruimte die gevormd wordt door die vier poten en die muren en in de Beaux-Arts traditie noem je room. Dat is ook een Nederlandse ruimte, kamer, room. En Kaan zegt ook, dat is een van zijn hele basale uitspraken, room is the beginning of architecture. Als je, met andere woorden, als je die kamer maakt, dat is de eerste, dat is het begin van architectuur. Ik heb in dat jaar bij hem toen een school ontworpen en dat had ik vanuit mijn traditie van duiken, had ik bedacht een school. Het begin van school voor mij was een boom, waar je, als het mooi klimaat is, dan zit de leraar, die gaat tegen de stam zitten en de leerlingen gaan daar omheen. En dat is een over ruimte die een beetje overdekt wordt, of schaduw geeft misschien wel. En de leraar vertelt wat hij denkt dat hij moet vertellen. De leerlingen die pikken daaruit op wat zij weer, zeg maar, in een soort hele natuurlijke leraar-leerling verhouding, zonder dat institutioneel de leraar informeel zittend onder diezelfde boom. Dat was de opzet. Dus ik had die boom ontworpen, had daarvoor een aantal klaslokalen gemaakt met een dakvlak, gewoon een plat dak, op vier kolommen. En die kolommen uiteraard ook naar binnen gezet, zoals duiken dat deed. En Kaan die zei, prachtig plan, en dan tussen en eromheen kwam dan licht naar binnen. Heel mooi, maar waarom zet je die kolommen niet op de hoek van dat vlak? Daar begon die discussie. En bij mij dat besef van die Beaux-Arts traditie. Maar pas later ben ik dat veel scherper gaan zien. En toen zei ik, ja, dat kan wel. En dan zie ik ook wel dat die ruimte gelijk geformeerd wordt. Maar dan moet die plaat van het dak, die moet bijna twee keer zo dik. Want dan wordt die overspanning opeens veel groter. En die oplegging bij die kolom is gevaarlijk. Dan moet ik eigenlijk een verbreding maken. Ja, dan zei hij, oké, heel top. Maak dan twee kolommen en leg daar dan een balk overheen en daar de plaat overheen. Dus aan de vier kanten. Ja, dan krijg ik acht kolommen in plaats van vier. Dat is ook duur, ik moet die balk maken. Dus dat, ja, dat loopt allemaal van je weg. Want je moet natuurlijk ook functioneel en goedkoop kunnen bouwen. Maar dat was allemaal om die constructie en de ruimte, de room, de beginning of architecture, om dat hetzelfde te laten zijn. En bij duiker, dan staat die kolom dus binnen dat vlak. En dat vlak gaat daaromheen. Dus je kunt tussen de kolommen zijn, dan ben je binnen. Je kunt buiten de kolommen zijn, onder het dak, dan ben je half buiten, nog wel beschermd, en helemaal buiten. Dus dat is een soort overgangsgebied. Dat gebied, toen kwam Aldo van Eyck, die heeft voor mij een enorme, hij leefde op dat moment nog, ik heb hem toen ook nog een paar keer ontmoet en echt heel veel van hem geleerd. En Aldo die verbond die moderniteit met die Beaux-Arts traditie. Als je kijkt naar zijn burgerweeshuis, dat is met die gebogen daken erboven, daar staan de kolommen inderdaad in de hoeken met grote balken met in het midden die spleten, maar dat kan vanwege het moment. Rondom, daar rust die koepel op, die gelijkzijdig draagt, met weer een cirkel van kleine koepeltjes daar in het midden. En hij heeft toen een foto gemaakt zelf, ik geloof van zijn eigen zoon, had hij van een van die kolommen had hij een beton.
betonplaat, ronde betonplaat omheen gemaakt, als een tafel. En dan liet hij zijn zoon omheen lopen. En dan zag je dus dat die zoon, zeg maar, 1/4 binnenliep onder de koepel, rond die tafel, en 3/4 buiten. En zij toen, de term die ik daarbij onthouden heb, is whatever space means, place means more. Dus die, hij verbond op dat moment de Beaux-Arts, want dat, eigenlijk was die, dat ruimteidee van het burgerweeshuis is een Beaux-Arts traditie. Maar hij wist natuurlijk als geen ander van die moderne, waar hij ook in meedeed met die, nou ja, die hele groep mensen vanaf het begin van de eeuw. De Great Gang heette, noemde hij dat gewoon. En hij verbond dat door die plek te introduceren, het tussengebied, die in between, is ook een heel bekend woord van hem. En daarmee verbond hij voor mij de Beaux-Arts traditie en daarmee eigenlijk ook Kuipers, Peters, Berlage met Rietveld, Duiker, hou het noem maar op, zeg.